Nee, absoluut niet. Ik verkeerde me eigenlijk alleen in mijn eigen bubbel. En ik kwam er eigenlijk door het maken van deze podcast achter dat ik heel veel dingen hoorde van die mensen waarvan ik dacht, oh ja, ik had dat ook. Ja, de details waren natuurlijk anders. Ik hoorde bijvoorbeeld van de Joodse mensen dat ze 2 vaatwassers hadden voor melk en vlees en 2 serviezen en zo. Nou, dat hadden wij niet thuis. Maar ik weet wel hoe ongelooflijk belangrijk het is om halal te eten. En dat ze doen alsof je leven ervan afhangt als je een keer niet halal eet. En hetzelfde dus met kosher. Maar ook dat Mathilde, ook een gast uit de podcast, vertelde. Die komt uit de Zwarte Kousenkerk trouwens. Mm-hmm. Die vertelde van ja, mijn leven bestond uit bidden, danken, eten, bidden, danken. En ja, er was heel weinig, ja, bijna geen ruimte voor entertainment en vermaak. En dat lijkt verdomd veel op een alinea uit mijn boek, waarin ik alleen maar opsom wat ik moet. Heel veel moeten en heel weinig mogen. En waarin ik in de laatste zin mezelf afvraag, maar mag ik dan niks wat verboden is door God? Mag ik dan niks wat vermakelijk is in het leven? Moet ik alleen maar leven voor dit de komende 100 jaar? Ja. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ja.